Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik allemaal hele mooie glitters laten zien. Ik heb ze hier allemaal al op mijn tafel liggen. Het zijn allemaal glitters van Lecente. Dat zijn echt mijn favoriete glitters. En aan de kleuren zie je wel een beetje dat het allemaal een beetje herfstachtige tinten zijn. En ik ga gewoon allerlei verschillende glitterfades aan je laten zien. Glitterfades, ja, dat doe ik eigenlijk het meeste. Vind ik super mooi. En dat kun je meestal wel met iedere combi maken. Ik heb nu even 4 nageltjes al in de lamp. Heb ik 1 laagje opgedaan, doe ik nu een tweede laagje. En dan ga ik zo meteen daar verschillende glitters op doen. Dus ik ga je verschillende glittercombi's laten zien. En ik ga je wat tips en tricks geven om de meest perfecte glitterfade te creëren. Allereerst, ik zal ook even de kleuren laten zien. Dit is Dusky. Ook van Lecente. Ik heb nu allemaal producten van Lecente. Die zijn allemaal verkrijgbaar via LS Cosmetics. Dat is www.nagelbenodigdheden.nl. En met de code RAMONA10 krijg je 10% korting op alle producten van Lecente. Dus dat is superleuk. Dus als je toch van plan bent om iets te gaan shoppen. En ik vind sowieso de kleuren van Lecente heel mooi. De gel polish. Er zit echt een perfecte plaklaag op. Waardoor de glitters zo meteen heel goed blijven plakken. Ja, en die glitters die zijn gewoon echt geweldig. Ik werk daar denk ik nu al echt een aantal jaren mee. En ja, dit zijn gewoon echt mijn favorieten. Dit is trouwens Rose, ook een hele mooie kleur. Dan hebben we Praline. Praline, dat is een beetje die nudie tint, ook heel mooi. Dus ik heb een beetje allemaal herfstachtige kleuren gepakt. Een beetje neutrale tinten. Ja, en die kun je dus super mooi met al die glitters combineren. Maar eigenlijk kan iedere glitter wel op iedere kleur die ik nu aanbreng. Dus kijk gewoon even wat je zelf mooi vindt. Ik kijk meestal een beetje van welke kleur matcht er het beste bij. En die combi pak ik dan. Maar soms is juist een andere kleur. Kan soms wel echt een hele verrassende effect geven. Want ik ga zo meteen op deze kleur. Dit is meer die grijze. Stone heet die ook. Ga ik een hele mooie rosé glitter opdoen. En ik vind dat echt een super mooie combi. Dat is die Baby Doll glitter. Ja, dat is een van mijn allereerste Lecente glitters. En echt mijn grote favoriet. En die vind ik dus heel erg mooi ook op een grijze kleur. Dus die ga ik je zo meteen laten zien. En dat geeft echt een verrassend mooi effect. Dus nu heb ik overal een tweede laagje van aangebracht. Van al die gel polishes. En dan ga ik nu dus die glitters erbij pakken. Even kijken, ik heb 2 een beetje roosachtige kleuren. Dan ga ik die waterfall pakken, denk ik. Dat is echt een beetje die roos. Ja, een beetje roosachtig. Maar dit vind ik weer een hele neutrale kleur. Heb je echt gewoon hele mooie nude nagels. Of echt heel licht. Dan is deze ook perfect. Dus dit vind ik altijd een hele mooie kleur. Waterfall heet die. En dan ga ik deze ook pakken, Rocket. Die lijkt daar wel een klein beetje op. Maar het is toch net even een andere tint en een andere glitter. Is een beetje fijner qua glitters. Ook heel mooi. Die ga ik ook pakken. Dan ga ik natuurlijk die Baby Doll pakken. Ja, wat ik al zei, dit is een van mijn allereerste glitters. Ik denk dat dit het derde potje al is. Ja, deze is nog heel vol. Het is een nieuw potje. Maar dit zijn echt mijn favoriete glitters. Ze zitten een beetje grotere en kleiner in. Het is rosé goud, maar er zit ook een hele mooie glans in. Die vind ik echt geweldig. Die ga ik op die grijze kleur doen. En dan heb ik nog die Praline. Praline. Daar ga ik die Rose Gold op doen, denk ik. Ja, die sleepbels vind ik ook heel mooi. Alleen ik had net even heel snel gespiekt. Want dit is namelijk een hele, volgens mij een wat oudere kleur. En ik zag deze niet meer op de website staan. Dus ik weet niet of ze hem nog hebben. Ja, ik vind dit toch wel een hele mooie kleur. Misschien heb je hem al in je collectie. Of misschien heb je iets wat erop lijkt. Dit is dus sleepbels. Die ga ik dadelijk doen. En dan heb ik ook nog die Rose Gold. Ja, ik heb nu maar even 4 nagels. Maar ik ga zo meteen nog wat andere combi's maken. Misschien kan ik die ook nog gebruiken. Die is ook echt super mooi. Dat is dus Rose Gold. En dan heb ik hier nog 1 laatste. Die heb ik al op een voorbeeldje gemaakt. Maar die ga ik zo meteen nog op 2 andere kleuren doen. Dit is Chameleon. Dit is ook echt een van mijn favoriete glitters. Die is zo mooi. Dit is eigenlijk een groene kleur, maar er zit ook een beetje zo'n goud-oranje gloed in. Echt, echt een chameleon kleur. Je ziet het misschien hier in het dekseltje ook wel. Ik weet niet of de camera het goed oppikt, maar dit is echt een van mijn favoriete kleuren. En deze is super mooi op groen.
Op oranje, bruin, ja, eigenlijk op alle herfsttinten. Ja, dit is echt een aanrader. Dus mocht je deze nog niet hebben voor de herfst, zou ik deze zeker aanschaffen. Oké, nou, ik ga nu de kleurtjes erbij pakken. Even voorzichtig, dat ik niks om laat vallen. Ik ga gewoon één voor één doen. Dus dit is die Dusk. Wacht, ik ga hem even een klein beetje inzoomen. Zo. Even kijken. En daar ga ik die waterfall op doen. En dan ga ik je ook meteen even laten zien mijn tip. Ik vind dit penseel heel fijn. Dit is volgens mij het glitterpenseel van Loveness. Een heel fijn... Kijk, en er zit nu nog een plaklaag op die uitgeharde gelpolish. Dus als je de gelpolish uithardt in de lamp, dan blijft er altijd nog een plaklaag achter. Ik hoor zo vaak van mijn klanten, maar ook van mensen via Instagram, dat ik berichtjes krijg: mijn gelpolish blijft altijd nat. Ja, dat is altijd een plaklaag die achterblijft. Dat hoort. En daar kun je dus echt perfecte glitters in plakken. Kijk, en wat ik altijd doe, ik breng eigenlijk de glitters aan helemaal bovenin. Dus als dit bijvoorbeeld een klant zou zijn, dan doe ik eigenlijk de glitters aanbrengen, ja, een beetje op de nagelriem of zo, een beetje op de vinger. Daar breng ik het meeste aan. En dan ga ik zo met mijn penseel dwarrel ik de glitters naar beneden. En dan krijg je dus echt een mooie fade, een mooie overloop. Wat ik heel vaak zie, en ja, ik wil niemand zijn werk afkraken, maar wat ik heel vaak zie op foto's op Instagram of zo, dan zie ik een soort van glitterfade, maar dan zie ik gewoon dat mensen hier volop zo de nagels of de glitters hebben aangebracht. En dan zit hier, ja, dan heb je eigenlijk een beetje zo'n halve nagelglitter. Super mooi hoor. Alleen ik zie dan geen fade. Ik zie niet dat die glittertjes mooi overdwarrelen. En dat, ja, zorgt er juist voor dat je echt dat mooie effect krijgt. Dus wat ik doe is altijd een klein beetje aanbrengen hier in de nagelriem. Daar concentreer je je, want daar wil je dat het meeste zit. En dan vervolgens ga je met je penseel het zo overveden. Maar ik ga dat zo meteen nog wat beter laten zien. En hier ga ik zo meteen een topcoat overheen doen. Ik pak nu gewoon de volgende nagel. Dit is die Rose. En hier ga ik die... Ja, ik denk eigenlijk dat hier die Rose Gold nog mooier op zal staan misschien, of niet? Ja, ik ga die Rose Gold pakken. Change of plans. Sorry, ik ben echt lekker all over the place. Toch lijkt dit wat meer paarser en dit is natuurlijk wat meer rosé goud. Maar ik denk toch dat dat een hele mooie combi gaat zijn. Dus ook hier weer breng ik het aan de kant van de nagelriem. En vervolgens dwarrelen die glittertjes dan zo'n beetje naar beneden. Dus ik hoop dat je een beetje het ziet hoe ik het doe. Dus ik breng niet een volle glitter daaraan in het midden. Ja, dit vind ik ook mooi hoor. En zo meteen als de topcoat er overheen zit, dan zie je echt de glitters mooi smelten in die gelpolish. Dus dan wordt het mooi één geheel. Oké, nou. En zo meteen gaat overal nog de topcoat op. Dan pak ik die volgende, die Praline. En daar ga ik die sleebels glitter op doen. Ja, die is echt perfect. Dat is echt een geweldige combi, dat zie ik nu al. Ja, ook hier aan de kant van de nagelriem. En ik dwarrel het zo'n beetje naar beneden. Is echt heel mooi. Dit vind ik echt een top combi. En tot slot die grijze kleur met Baby Doll. En dan ben ik heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ik ga hem nu aanbrengen. En dan zo meteen de topcoat eroverheen. Ja, dat ziet er zo mooi uit. I love it. Zo. Ja, dit is echt een hele mooie glitter. En die Baby Doll kan eigenlijk over iedere kleur hoor. Die zou echt over al deze kleurtjes prima kunnen. Dus wat ik al eerder zei, je kan alles met elkaar mixen en matchen. Zo. Nu ga ik eerst even alle potjes dichtdraaien. En nu ga ik hier dus de topcoat overheen doen. Ik heb altijd de Diva Base en Topcoat. En je ziet dat hier zo'n rood vlekje of zo'n roze vlekje op zit. Dan weet ik zelf dat dat het potje is wat ik gebruik met glitters. Want ik krijg ook heel vaak de vraag van, komen er dan geen glitters op je kwastje of in je potje of in je flesje? Jazeker, dat gebeurt wel. Maar omdat dit een glitterpotje is, vind ik dat niet zo erg. Die gebruik ik dus alleen maar met glitters. Dus als iemand een gelpolish heeft zonder glitters, dan pak ik een ander flesje. Zodat dat ja, niet door elkaar komt. Zo breng ik de topcoat aan.
Wat ik soms ook doe als ik denk, oh, de glitters zijn te veel verspreid. Dan ga ik even de andere kant op met mijn penseeltje. En wat ik ook wel eens doe, als ik echt denk, wacht, ik ga die ene even in de lamp doen. Want die vind ik eigenlijk prima. Deze is mooi. En hier zie ik nog een kleine verbeterpuntje. Ik vind hem net iets te ver uitgelopen. Als je goed kijkt, ja, je ziet wel een fade, maar ik vind dat de glitters te ver naar de onderkant lopen. Dan kun je hier even met een wijpje overheen gaan, om die onderkant een beetje schoon te vegen. En dan vervolgens ga je nog een keer met die topcoat eroverheen. Kijk, dan fade het nog steeds heel mooi over, maar dan ook net iets minder naar de onderkant. En wat ik ook nog wilde zeggen, als je nou denkt, nou de glitters zijn niet perfect uitgeveed, juist als je weer met die topcoat eroverheen gaat, ja, fade het meestal nog iets mooier. Nou, heel veel informatie. Ik hoop dat jullie het een beetje snappen. Maar en ja, als je denk ik kijk, dan zie je wel wat ik bedoel. Maar je moet dat een beetje aanvoelen. Nou, ook deze. Dit is echt een perfecte glitterfade wat mij betreft. Nou, ook hier gaat dan de topcoat overheen. Ik vind dit echt een hele mooie combi. Zo. Ook die hard ik uit. En tot slot deze. Ja, ik vind deze toch ook heel mooi hoor. Zie je dat? Je zou het eigenlijk niet verwachten, zo'n rose gold met zo'n grijze kleur. Toch kan dat echt perfect. Dus ook deze met de topcoat. En deze topcoat heeft nog een plaklaag. Deze gebruik ik eigenlijk gewoon als tussenlaagje. Om een extra laagje aan te brengen over glitters. Zodat je ze zo meteen ook niet voelt. En daar overheen breng ik nu zo meteen nog een tweede laagje topcoat aan. En dan is die klaar. Dus dan zijn die glitters ook helemaal mooi ingeseald. Oké, ik maak nog twee voorbeeldjes en dat ga ik dus doen met die chameleon glitter. Er zitten twee nageltjes alweer in de lamp. Dat zijn de mokka en de taupe. Taupe is de donkere en de mokka is de wat lichtere. En daar ga ik nu die chameleon glitter op doen. Oh, ik moet echt uitkijken met die handschoenen. Het plakt allemaal een beetje, dat er niks omvalt. Ja, dit vind ik echt een topcombi. Kun je het zo zien? Ja. Goed in beeld. Dus ook deze breng ik aan de kant van de nagelriem. En dan laat ik hem zo overdwarrelen. Oh, dit vind ik zo'n mooie glitter. Ja, dit vind ik echt wel een van de allermooiste combi's. En dan pak ik ook nog even die taupe kleur, die donkere. En dan doe ik op dezelfde manier. Ook hier pak ik weer die glitter. Ja, dit is ook echt prachtig. Dus ja, dit vind ik altijd echt super leuk. Als jij nou klanten hebt die eigenlijk niet van de nail art zijn, ja, dan zullen ze toch zeker wel van glitters houden, hopelijk. Ja, bij mij gaat eigenlijk bijna niemand de deur uit zonder of een nail art of een glitter. Ook hier ga ik dan weer even die topcoat overheen doen. En dan doe ik daarna natuurlijk nog een tweede laagje topcoat. En dan laat ik je het eindresultaat zien. Laat ik alle kleurtjes nog even naast elkaar zien. En ik ga even proberen of ik het buiten of even een beetje goed bij het daglicht kan filmen. Want dan zie je echt heel mooi die glitters. Ik ben heel benieuwd wat jouw favoriete glitters zijn. Heb jij een bepaald merk wat je heel graag gebruikt? Of een bepaald soort of een bepaalde naam, een soort glitter zeg maar. Laat het even weten bij de reacties hieronder. Ben ik heel benieuwd naar. Ik ben gek op glitters. Ik heb natuurlijk nog veel meer glitters. Maar ja, ik durf wel te zeggen dat Le Senti echt wel mijn favoriete glitters zijn. Dus ik ga deze nog even extra topcoaten. En dan ben ik zo terug met alle eindbeelden van de mooie glitters. En hier alle glitternagels op een rij. Ja, ik heb het al vaker gezegd, maar I love it. Ik ben hier zo gek op. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind ze echt super mooi. En nogmaals, je kan alle glitters en kleuren met elkaar combineren. En vaak als je het erop doet en je doet dan een topcoat eroverheen, dan smelt het helemaal samen. En dan kun je echt wel alle kleuren met elkaar combineren. Laat me zeker even weten wat je van deze video vindt en wat je van de glitters vindt. Doe even je duimpje omhoog als je de video leuk vond. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je heel snel weer in een volgende video.